mooi. Ik heb veel moeten doen voor het skiën, maar het is allemaal begonnen omdat mijn ouders vroeger mij altijd naar de piste brachten. Daarom is het eigenlijk begonnen. Ik zat van 's morgens tot 's avonds was ik aan het skiën. Nu ook, ik werk alleen in de zomer. Ik werk in de zomer van 's morgens tot 's avonds, tot 's nachts, 24 uur aan een stuk, om in de winter geld te hebben om te kunnen gaan skiën. Het combineren van het wedstrijden skiën en het freerijden met een drukke baan is een manier die we er zelf voor moeten vinden. Door de week gewoon hard werken, dus maandagochtend vroeg beginnen, lange dagen maken en dan tijd genoeg hebben om donderdagavond weer richting Oostenrijk of Zwitserland te rijden. En daar vrijdag te trainen, zaterdag wedstrijd rijden, zondag eventueel ook nog en dan zondagavond weer naar huis om maandagochtend weer op kantoor te zitten. So I decided to at one point to try to make my passion a job. And that's when I've met Poudebas, because I was a Poudebas boy was the first people like to give me a chance to achieve my goal, which was like snowboarding as much as I can, but also try to like make my little hole in the competition world. I still haven't reached the Freeride World Tour, but I still think it's in my reach. Ik vind het wel leuk aan de ene kant om met iedereen uit het Poudebas team, alle mannen. Te gaan skiën, omdat de mannen toch vaker wat harder of wat radicalere dingen doen. Dus dat pusht mij ook, dus dat vind ik wel echt heel erg fijn. Ik kan aardig goed mijn plek vinden met al die mannen. Ik heb gestudeerd en daarna dan heb je een bepaalde leeftijd als je dan klaar bent. En dan kun je gaan werken. Of dan kun je zeggen van dan ga ik iets leuks doen. Dan ga je bijvoorbeeld zo'n lange reis maken naar Azië of Australië of je gaat iets anders bijzonders doen. En dat bijzondere, dat voor mij was dat dan, ik was op vakantie geweest en ik trof daar twee gasten. En die waren reisleider. En die gasten die vertelden daarover en wat ze dan deden en wat moesten doen. En wat dan de privileges waren. Nou, en dat gaf bij mij een ingeving om dat te gaan doen naar mijn studie. Als zijnde van een break of zo. En ja, daar zijn we dus mee gestart. En nu gaan we het 14e seizoen in. Ja, aankomende winter gaat echt een mooie worden. Ja. Veel nieuwe wedstrijden. Het begint de laatste tijd goed te gaan. Ik probeer nu vanuit de drie sterwedstrijden de qualifiers door te stromen naar 4 ster. En wie weet wat daar gaat gebeuren. De drive voor mij om te skiën is natuurlijk het skiën zelf. Kijk, als ik beneden kom van een mooie lijn of van een vette afdaling, dan ben ik gewoon zo stoked. En alleen al op de top van de berg staan is gewoon iets wat magisch is. Maar je krijgt ook heel veel dingen bij. Je moet natuurlijk bijvoorbeeld altijd reizen ervoor. En daardoor kom je op heel veel verschillende plekken en ontmoet je heel veel verschillende mensen. En dat is gewoon iets wat erbij komt en gewoon heel erg leuk is. Okay, we staan hier boven op de berg. Het is behoorlijk vroeg, 8 uur in de ochtend. En eerst even de face check een half uurtje en dan gaan we ervoor. Nee, maar ik ben er nooit te veel risico. Ik bekijk het redelijk goed en daardoor gaat er ook weinig fout.
Ja, perfecte dag in de bergen is voor mij eentje die bijvoorbeeld heel onverwacht komt. En dat je samen met wat vrienden gewoon super veel lol hebt. Goedendag, we zijn in Marrakech, twee skiliftjes, gezellig familiegebiedje, een leuk valleitje, heel leuk gebiedje, we gaan overal erin, we hebben geroken jongen, we gaan allemaal erin. We'll be right back.
zijn in Champassin. 2 meter sneeuw. Verse sneeuw. Ongelooflijk waar we toen zijn. Tijn heeft net backflips gegooid. Tijn heeft backflips gewonnen. Ja. Heel goed. Summer. Summer, what do I do in summer? Summer, there's no snow, so we have to find something to do. So like since 7 years now, like I'm keep on snowboarding, but on the street. It's pretty safe. Every town, every road became like a spot. You know, in winter, when you look at the face, you're like, oh, that's great, this cliff looks great. And here, you're in the car, you're like, oh, a spot, oh, a spot, oh, that looks cool, oh, that's steep. And you keep on riding, you take your freeboard out and you ride down. Same thing as winter, you're like just sharing a great moment with people. This adrenaline and this bonding you have of riding the same board together, having pleasure together.
plan. We just arrived, set up the bivouac, and we're gonna go with some rider and go make like a nice sunset run in a couloir. So I'm setting up my speedboard for that, and it's gonna be pretty fun. The color in the night here and the evening are really, really pretty. And after, we're gonna eat a nice fondue in the bivouac, share some drink, try to don't freeze, and enjoy a nice night and some nice stars. Basically, that's the plan of the day. Ik ben teleurgesteld, want ja, net 3 uur omhoog staan stampen en ja, dan wil je gewoon die lijn rijden. Maar ja, goed dat we even gewacht hebben op elkaar en toch 7 hebben gespeeld. En dan net niet in de zon, maar toch een lekkere lijn en ja, toch wel blij. Maar goed. Het moet echt een beetje goed wel worden. Denk je dat al maakt? Nee, dat maakt. Ja, maar nee, gek. Ja, gek. Het is 6 uur in de ochtend. En net wakker geworden. Spulletjes zijn gedaan. Alles is nog een beetje koud. Maar we gaan dadelijk hier omhoog toeren. Een stukje, maken een traverse. En dan gaan we naar de D-face. Om daar een mooie lijn te gaan skiën. En ik ben nog een beetje slaperig. Maar en ook een beetje koud. Maar ik heb er zin in. Gedurende de weg zullen we wel opwarmen. Heel goed gedaan.
really started freeriding and enjoying snowboarding when I left to the Alps. I spent these 2 years in Val Thorens, and so I was working in like a big shop, so I met really fast a lot of people, and so you were calling each other between the shops for like whizzing poles for good riding ways and this kind of stuff. And it was pretty nice, and that's when I met like a lot of like a really important friend in my life, and start freeriding. Oh, 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 damn. Ja, zit al aardig op, maar voor mij nog niet. Voor mij gaat eigenlijk mijn tweede seizoen eigenlijk nu een beetje in. We waren in Verbier aan het skiën. We waren daar ook voor wedstrijden in Verbier, Vrijheidweek. Ja, er was een cliff en die wou ik springen. En toen bleef ik haken, waardoor ik schuin door de lucht heen vloog. En daardoor heeft mijn knie een behoorlijke klap gehad. Ja, niemand heeft eigenlijk een scheurtje in mijn kruisband kunnen ontdekken. Dus ja, dat is voor mij een groot feest, want het betekende geen operatie. En dus ook niet heel mijn seizoen uit kloten, maar wel een traject van ongeveer 2 maanden revalidatie. En daar ben ik nu aan het einde. Dus ik ben nu helemaal gelukkig. Last week they put a steady stele for like as a memorial for Moduano. It was a great girl living here in Val Thorens for 10 years now. We did many kind of stupid things together and start free riding and doing all this couloir, all of them. You don't even know what was a beeper at this time, so we're a bit stupid. And when you walk in a ski shop, you go riding on your lunch break all the time, and often you don't necessarily have a mate for go riding with, and if they're in good condition, you're not gonna stay at home because you're alone, so you go riding alone a lot. And this time she went to the couloir and don't really know what happened, but we find her the next day and she was dead. But she always said like the mountain give her so much happiness that it would be an honor to die. Yeah.
same risk, yeah? We know it. And I think we are happy. Sure, I don't want to die, but it's worse to like die doing the thing you love. So it's worse. Yeah, Pachamama. Those were the days. Lichte dromen en je zegt van, nou ja, ik wil daar vanaf skiën. En dan, nou ja, dan heb je alleen nog een idee en dan, dan moet je nog naar de uiteindelijke uitwerking. Maar je weet, als je dat gaat doen op het moment dat die berg er niet klaar voor is, ja, dan kunnen er een hele hoop dingen gebeuren waar je niet op zit te wachten. Took us in some nice shit here. We have been shit snow till now, but that's gonna be epic. Die moeten vanaf deze kant, want die graad naar je zie, die is heel dun. Ja. Daar kun je ook niet met z'n allen overheen liggen wandelen. Er kunnen ook mensen, die kunnen hier zeg maar een bootpack zetten. Wij zijn van een bootpack. Ja, ga maar naar huis. Ja. Ik heb geen gordel bij me, ik heb een bootpack, ja. Je bent nu officieel weggestuurd. Ja, oké, okay, ik ben niet uitgestuurd. Ga maar weg. Het is een eerste keer dat ik mijn alchemist in taal zit. Meer denk aan bootcamp of zo. Bootcamp. Ja, dat is het eigenlijk. Bootycall was dat. Oh, en Koenbakkers bootcamp. Ja, zie het als een stukje projectmanagement bijna. Als zijnde van, ja, je moet al die kleine stukjes moet je gaan oplossen. En dat lukt op de manier zoals je het ooit gedroomd hebt, maanden daarvoor. Ja, dan is die voldoening is buitenaards. Een complexe weg zorgt voor voldoening. En dat is in het hele leven zo, dat is niet alleen in de sport. Hands up, Robin.
Yeah! Nice line! Holy shit! Nee, buddy! Wat mooi! Bonjour. Yes, yes, we want to go up. Okay, okay, thank you. Nou ja, is dit de microfoon of niet? I hope next year I will just stick to one or two, max three. Like, because breaking four board a season is always too, a bit too much. And there's like no limit to what you can do. It's a mental thing. Yesterday. Pretty high, yes.
Wij gaan skiën. But we need more sun, so please pray the Lord for some sun. Hola, zelfs twee fokkende herten vallen er van om. En dan zeggen ze maar één keer hiken is, hè? Nee. Daar omhoog, naar beneden. En hier weer omhoog, hè? Ah, hey. Wie ben ik? Hand je op? Nee, ik heb juist jouw bandje omgedaan. Denk je, als ik hier val, ben ik toch kapot. There is one country which have like, you know, the golden palm of the best motivation, that would be Nederland.